Wij staan in het Boomkwekerijmuseum in Boskoop. Ja, waarom hier? Ik vind dit een heel erg mooi museum. Er is echt heel veel aan gedaan de laatste jaren. En ik wil ook een beetje tonen dat ik als Alphense geïnteresseerd ben in de geschiedenis van Boskoop. Ik kijk een beetje met tegenstrijdige gevoelens terug op het afgelopen 4 jaar. Er is veel gebeurd, het is heel onrustig geweest in de gemeenteraad, aftredende wethouders, problemen bij de SWA. We moesten allemaal we moesten erg aan elkaar wennen, de kleine kernen zijn erbij gekomen. Dus het is niet de meest plezierige periode geweest, vind ik zelf. Op welk bereikt standpunt van Rijngouw-Lokaal bent u het meest trots? Ik ben het meest trots. Nou, trots is een beetje fout woord misschien. Ik ben heel erg blij dat we het streekarchief in Alphen hebben kunnen houden. Daar hebben we echt ons heel erg voor ingezet. En ik ben zelf ook heel erg blij met de nieuwbouw van Kaya Poetsie. Daar zijn we heel erg lang mee bezig geweest. En dat is er nu doorgekomen. En daar ben ik ook wel een beetje trots op, alhoewel ik dat niet een erg geweldig woord vind. In uw partijprogramma, een beetje vooruitkijkend alvast, denkt u 15% te gaan besparen op het ambtenarenapparaat door efficiënter en effectiever te gaan werken zonder overlapping van functies. Dat lijkt een onwaarschijnlijk hoog percentage. Noem eens een concreet voorbeeld waar efficiënter en effectiever kan worden gewerkt, wat zo'n grote besparing kan opleveren. Het is zo, wij kiezen voor een besparing van 15% op de ambtenaren. Ik realiseer me dat niet à la minuut gaat gebeuren, maar je moet je wel realiseren dat 4 jaar geleden een aantal gemeenten bij elkaar is gevoegd en dat er toen sprake was van een warme plaatsing. Dat houdt dus in dat er op dat moment geen ontslagen zijn gevallen. Er zijn best wel een hele hoop dubbele functies. Aan de andere kant is ook langzamerhand de groei van Alphen bereikt. Dus we hebben ook minder beleidsambtenaren en dat soort zaken nodig. Dus wij vinden gewoon dat er kritisch gekeken moet worden van kunnen wij niet toe met een aantal minder ambtenaren. Wij willen ook nog een aantal zaken in Alphen en er zal bezuinigd moeten worden. En wij zien in ieder geval op dat punt wel mogelijkheden. Maar een concreet voorbeeld waar u denkt, nou daar kunnen we mensen weghalen of daar kan effectiever, efficiënter gewerkt worden? Ik denk dat zeker op het gebied van beleid dat daar veel efficiënter gewerkt kan worden. We hebben heel erg veel beleidsnota's die zo weer in de laag gaan. Ik denk ook dat we heel erg goed moeten kijken naar de besteding. We besteden veel zaken uit. We gaan allerlei bureaus inschakelen. Nou, ook dat kan een stuk minder. Dus dat zijn zaken waar wij in ieder geval de komende 4 jaar, als wij het meer voor het zeggen zouden kunnen krijgen, om daar eens even kritisch goed naar te kijken van wat kan er minder. Ik kan nu niet zo moeilijk zeggen van ja, die functie moet eruit en die functie moet eruit. Ik denk dat dat te makkelijk is, maar we zullen er wel in ieder geval een goed onderzoek naar willen doen. U denkt wel echt in termen van een grote reorganisatie bij de gemeente dan? Ik denk wel in een behoorlijke reorganisatie. En we hebben dat binnen onze fractie best wel door zitten rekenen. En we hebben daar best wel kritisch naar gekeken. Want we schrijven het niet zomaar in ons verkiezingsprogramma. En wij denken zeker dat daar mogelijkheden zijn. Wij vinden de zorg heel erg belangrijk. Er is landelijk heel erg veel bezuinigd op de zorg. Mensen moeten allemaal veel langer thuis blijven wonen. Nou denk ik dat een aantal mensen dat ook best wel wil. Maar dan moet je wel zorgen dat de omstandigheden waaronder dat gebeurt, dat die goed geregeld zijn. En dat kan wat ons betreft veel beter. En daar heeft ook de gemeente een belangrijk zeggenschap in. Zeker als het gaat om zaken als de thuiszorg. We hebben onlangs een motie ingediend om te zorgen dat de gemeente nog een of andere huishoudelijke toeslag in stand blijft houden. De gemeente heeft dat helaas geweigerd. Wij vinden dat jammer en we hebben het dus nu weer opgenomen in ons verkiezingsprogramma. Daarnaast maken we ons echt zorgen als het in Alphen gaat om de sluiting van de 24-uurs huisartsenpost. We maken ons zorgen als het gaat om de apotheken die 's nachts niet meer te bereiken zijn. Dus het is eigenlijk de zorg in het algemeen. Aan de ene kant roepen we landelijk van we willen dat iedereen thuis blijft en aan de andere kant breken we de zorg aan af. En dat vinden wij dus echt een van ons belangrijkste punten om ons daar de komende 4 jaar voor in te zetten. We staan hier nu in Boskoop. Nou, er is natuurlijk al een hele tijd discussie over dat het verkeer, dat het Boskoop echt helemaal vol slipt. Wij zijn voorstander van een tweede oeververbinding in Boskoop. En daarnaast maken wij ons heel erg veel zorgen als het gaat over Hazerswoude.
Daar zijn voorstellen om daar een tunnel aan te leggen of een rondweg. En dat zijn wat ons betreft de twee prioriteiten voor de komende jaren. Een tunnel of een rondweg in Hazenswoude en een tweede oeververbinding in Boskoop. We hopen dat er in ieder geval meer aandacht is voor de zorg en dat we daar ook echt gewoon... Het is misschien niet zo'n populair onderwerp. Je kan er als wethouder misschien niet mee scoren dat je meer thuiszorg hebt geregeld. Maar ik hoop echt dat dat gaat lukken in Alphen. En we hopen dat er in ieder geval een aanzet is gegeven tot die oeververbinding en het hele gebeuren in Hazenswoude. En nu van de week besloten is door de provincie dat de verlengde Bent Woudlaan voorlopig gelukkig niet doorgaat. Hopen we dat er nu ook verdere stappen genomen gaan worden. En dat we echt serieus naar een oplossing gaan zoeken. Op hoeveel zetels hoopt uw partij? Wij hopen op 3 zetels. En wie denkt u dat de coalitie gaat vormen na de verkiezingen? Daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Ik heb daar echt nog niet over nagedacht. Ik neem aan dat daar in ieder geval het CDA bij zal zitten. Ik neem ook aan dat de VVD weer terugkomt. En het zou mooi zijn als er ook voor Rijngouwen lokaal, zeker als we 3 zetels halen, ook een plek zou komen. Interessant is dat u een hele grote partij in de gemeenteraad momenteel in ieder geval daarbij niet noemt. Oh, u bedoelt waarschijnlijk een nieuw elan. Ja, dat zou ik me ook zomaar maar kunnen voorstellen. Het is nu een hele grote partij en ze zullen waarschijnlijk ook nu wel een grote partij blijven. En ik denk ook dat we met nieuwe landen een aantal van onze eigen punten kunnen waarmaken. Dus die zijn er misschien ook wel bij. Maar u noemt ze niet als in de verwachte coalitie. Is dat bewust? Dat is niet helemaal, ja, misschien wel bewust. Dat weet ik eigenlijk niet precies. CDA en Nieuwe Land zijn op dit moment de grootste partij. Maar er is de afgelopen jaren wel een hele hoop gebeurd. Dus ik weet niet of de coalitie op deze manier in stand gaat blijven. En het kan ook best wel zo zijn dat ze zeggen het wordt tijd voor een heel ander geluid in Alphen. Als u nou in de positie zou zijn dat u straks de collegevorming zou mogen leiden, dat u mag gaan formeren, dat u daar leiding aan zou kunnen geven. Wat zou dan uw gedroomde coalitie zijn? Mijn gedroomde coalitie, dat zou zijn, dat is de Partij van de Arbeid, dat is de SP, dat zal zijn GroenLinks, misschien zelfs wel de VVD en het CDA. Dat zijn partijen waar we de afgelopen jaren gewoon uitstekend mee hebben kunnen samenwerken. Dus, en met Rijngouwen lokaal erbij. Ja, zou ik wel zien zitten. En grappig is dat ja, zeker de partijen waarmee je begint, die zijn totaal tegengesteld aan wat er nu zit. Waar komt het uit voort? Ja, maar totaal tegengesteld weet ik niet. Soms kun je gewoon met partijen die ook tegengesteld zijn toch gewoon op een hele goede manier samenwerken en toch resultaat bereiken. Dat hebben wij met het streekarchief gezien. We hebben uitstekend samengewerkt met CDA. En dat heeft gewoon de meerderheid in de gemeenteraad gehaald. Dus ik kijk meer naar de mensen om mee samen te werken dan echt van het zijn totaal verschillende partijen. Je moet landelijk ook niet helemaal vergelijken met plaatselijk. Stem op 21 maart aanstaande Rijngouwen Lokaal. Een lokale partij waar de belangen van alle Alphenaren voorop staan. Een partij met deskundige, betrokken en betrouwbare kandidaten die geworteld zijn in de Alphense samenleving. Niet vergeten, 21 maart aanstaande, lijst 10, Rijngouwen Lokaal. Mm-hmm.